We beginnen even helemaal bij het begin van heel de story. Vanaf mijn tiende was ik al heel erg onzeker over mijn neus. Op mijn 21ste, zo oud als dat ik nu ben, kreeg ik de mogelijkheid om mijn neus te laten doen en te willen doen. Ik ben onderzoek gaan doen, ik heb van allerlei verschillende klinieken benaderd. Op een gegeven moment kwam ik bij IMED terecht. Alleen, ik zat op het begin heel erg met Turkije, Istanbul, neus daar laten doen, plastischirurgie in Istanbul. Is dat nou wel echt zo'n goed idee? Ik heb toen met hun contact gehad en hun hebben mij gevraagd wat ik graag wilde. Ik heb toen heel veel verschillende formulieren van hun gekregen over de do's en don'ts, de nazorg. Alles wat erbij komt kijken, de documenten, de uitleg over wat ze precies zouden doen, de kosten, noem maar op. Alles heb ik toen van hun gekregen. Ik heb toen ook via WhatsApp elke dag bijna contact met hun gehad over of ik het spannend vond, hoe dat ik erin stond, noem maar op. Dit was voor mij echt heel geruststellend, omdat ik altijd best wel bang was en ik durfde het niet, omdat ze toch gaan iets aan je gezicht doen. En ik was daar gewoon best wel bang voor altijd. En toen hebben we mij een begeleider aangewezen, namelijk Melle. Melle van Rooyen is een hele lieve jongen, een hele zorgzame jongen. Die helpt je echt en stelt je echt gerust in alles. Wat ook heel fijn was, hij heeft me ook van begin tot het eind heeft hij mij begeleid, van A tot Z. Koffer ingepakt, noem maar op. Naar Turkije gevlogen, vlucht en alles gewoon meteen goed gegaan. Transfer vanaf het vliegveld naar het hotel gehad, werd gewoon opgehaald met een busje. Bij het hotel afgezet. Nou, we zijn dus in het hotel aangekomen en wij dachten, we hebben een hotelkamer met een slaapkamer eigenlijk, gewoon een hotelkamer dachten wij. Maar we hebben een hele woonkamer erbij met tv, eettafel, keuken, alles erop en eraan. We kunnen zelf koken als we dat zouden willen. De badkamer. En met een ook nog super grote douche, dus dat is ook wel fijn. En nu komt het leukste. De slaapkamer, die zit zeg maar helemaal apart. Dus het is eigenlijk gewoon een soort van, ja, een appartement eigenlijk gewoon. Toen is de eerste avond toen wij daar aankwamen, is Melle eigenlijk langsgekomen. Heeft zich voorgesteld wie hij was, wat hij doet, hoe laat hij bij de operatie moest zijn de volgende dag. Noem maar op, hij heeft toen alles gewoon precies uitgelegd. En of ik spanning had, hoe dat me voelde. Nou, toen heb ik hem dus uitgelegd dat ik het best wel spannend vond allemaal. Nou, toen ben ik natuurlijk lekker gaan slapen, want de volgende ochtend moest ik om 7:15 al richting het ziekenhuis toe. Ja, de volgende ochtend was Melle eigenlijk al vroeg bij het hotel om ons op te halen. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Toen heb ik ook Zubeda gezien, de eigenaresse van IMED. We zijn toen bij de anesthesist geweest, van allerlei gesprekken gehad. Ik heb een bloedonderzoek gehad. Dr. Toegut ook meteen eventjes gezien en ook gewoon besproken met wat ik wilde natuurlijk. Toen hebben we foto's gemaakt van de before, zeg maar. Dat was ook belangrijk. Toen hebben ze een soort van voorbeeldje gemaakt van wat ik graag wilde en hoe dat ik mijn neus het liefst zou hebben. Toen heb ik handtekening moeten zetten natuurlijk voor een soort van contract wat je moet tekenen. Kun je gewoon allemaal doorlezen, wordt ook gewoon allemaal netjes uitgelegd. 10:30 werd ik opgehaald. Ik was mega zenuwachtig. Jason en Zubi die zijn uiteindelijk met mij meegelopen tot aan de lift. Toen heb ik gewoon tegen Jason doei kunnen zeggen, noem maar op, alles erop en eraan. Werd ik dus naar de OK gebracht. Ik was mega gespannen. Ik kwam daar echt binnen en mijn handen trilden. Ik was super zenuwachtig. Ik was echt, mijn adrenaline gierde door mijn lijf. Ik was vandaag zo in bed. Melle is bij mij gewoon mee op de OK geweest. Hij is toen bij mij erbij gebleven. Hij heeft mij gerustgesteld van Sam, het komt echt goed. Je gaat eigenlijk lekker slapen. Dan krijg je een super mooie neus. Het komt er echt allemaal helemaal top uit te zien, dat weet ik zeker. Alles gaat goed komen. Ja. Traantjes weg. We gaan een hele mooie neus maken. Heeft me echt super erg gerustgesteld, wat ik echt heel fijn vond. Want hierdoor was ik ook inderdaad echt een heel stuk rustiger dan ik van tevoren was. Nou ja, ik dus uiteindelijk in de narcose gegaan, want je wordt onder hele narcose gebracht. Melle heeft met mij toen afgeteld van 1 tot en met 14. Laten we gaan tellen. Ja? Dan ga je lekker dromen. We gaan beginnen bij 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Iets harder. 11. 12. 13. 14. 15. Slaap lekker. Nou ja, dat heb ik dus gehad. Ik in de narcose gegaan. De operatie heeft uiteindelijk 1,5 uur geduurd. Of 2 uurtjes, ik weet niet precies. Daarna ben ik wakker gemaakt. Toen ik terugkwam, was ik eenmaal weer in de ziekenhuiskamer. Jason was er meteen bij. Zoe was er meteen bij. Melle is daarna ook meteen naar mij toegekomen. Die hebben toen ook, toen ik uit de narcose kwam, meteen verteld hoe het gegaan was. En noem maar op allemaal. Moest ik een nachtje blijven. Nou jongens, good morning. Het is de ochtend na de dag van de operatie. Dus gisteravond ben ik geopereerd. Of gisteravond, gistermiddag ben ik geopereerd. Eigenlijk alles is echt super goed gegaan. Ik heb ook al foto's van het resultaat gezien. En daar ben ik ook echt heel blij mee. Ik heb eigenlijk geen pijn. Wat ik eigenlijk nooit had verwacht. Mijn ogen die beginnen nu wel een beetje blauw te worden. Maar ja, daar hoort het natuurlijk bij. Deze ligt hier lekker te chillen naast mij. En bijna elke minuut van de dag heb ik toen een ijsblok om mijn hoofd gehad. Om de blauwe plekken te voorkomen. Het is bij iedereen anders, dus het is nooit zeker of je ze krijgt, ja of nee. Wij daar een nachtje geslapen en de volgende ochtend kwam dokter Toegut naar mij toe. Die kwam even kijken hoe het met me ging en die had ook even verteld hoe de operatie gegaan was. En toen bleek het dus dat ik uiteindelijk mijn neus dus vroeger al ooit gebroken had gehad. Waardoor het tussenschot van mijn neus, zeg maar, dit stukje, was al ooit gebroken geweest. Hebben ze ook tijdens de operatie meteen rechtgezet. In eerste instantie wilden ze dus een operatie doen via de binnenkant. Dat ze geen sneetje eronder moesten maken. Nou, dat ging niet. Ze hebben toen een sneetje gemaakt. Ze hebben mijn neus soort van naar achter gelegd. En toen hebben ze gewoon alles gewoon super netjes gemaakt. Echt heel mooi. Je ziet nu hieronder ook echt nog een heel klein sneetje. Dat gaat eigenlijk gewoon allemaal weg. Toen mocht ik terug naar het hotel. Toen heb ik dik 2 dagen heb ik wel last gehad van mijn neus. Vooral van mijn ademhaling, omdat ik van die siliconen tampons in mijn neus had. Zo jongens. Ik zie eruit vandaag. Vettige kop. Ik moet mijn gezicht niet wassen. Mijn haar is vet. Ik mag niet onder de douche. Ik voel me vies. Ik begin nou hierboven ook een klein beetje blauw te worden. En hier is het een beetje opgezwollen hier zo in het hoekje. Maar dat hoort erbij. Gisteravond was iets minder leuk. Toen kreeg ik op een gegeven moment ineens een panic attack. Een panic attack? Paniekaanvalletje. Ik kreeg heel erg buikpijn en hartkloppen. En toen ben ik op een gegeven moment in bed gaan liggen en toen ging mijn benen echt als een man te trillen, zeg maar. Toen heb ik Melle eigenlijk gebeld. Toen is hij eigenlijk meteen hierheen gekomen om 1 uur s'nachts nog of zo. 1:30 of zo. Is hij van s'nachts nog hierheen gekomen. En toen is hij eigenlijk tot 1:45 of zo, 1:30, 1:45 is hij eigenlijk gebleven. Tot ik zelf weer rustig was. En toen ben ik eigenlijk gaan slapen tot vanochtend 10:00. Maar goed, ja. Na 4 of 5 dagen had ik een controle bij dokter Toelgoed. Toen mochten de siliconen tampons eruit. I will take 1 stitch and then I will pull them. Yeah. You will feel it, but there will be no pain. Okay. Goed zo. You should clean the blood clots here. Yeah. Okay, it's important. Nou, ik kon eindelijk weer ademhalen. De siliconen tampons eruit halen deed echt geen pijn. Ik had verwacht dat ze echt gewoon van die grote dingen, het was wel groot, dat klopt. Dat ze die uit mijn neus moeten trekken en dat daar super veel pijn zou doen, maar dat was echt niet zo. Het deed echt gewoon geen pijn. Wat wel heel belangrijk was dus om de korstjes aan de binnenkant van je neus, het bloed wat zeg maar op een gegeven moment hard wordt, om dat heel goed weg te halen. Want anders moeten ze daarna met alcohol helemaal eraf schrapen en dat doet wel pijn. Dinsdag zouden we terugvliegen naar huis. Dinsdagochtend ben ik nog een keer naar dokter Toegut zijn kantoor geweest om het bovenste kapje, het plastic kapje wat ik toen nog op mijn neus had zitten, eraf te laten halen. Want ja, die moeten ze natuurlijk daar eraf halen. Dat kan niet als we terug in Nederland zijn. Dus die hebben ze toen dinsdagochtend nog eraf laten halen. Deed ook geen pijn. Ik had toen alleen nog tape erop zitten, hetzelfde als wat ik nu heb. Voordat wij met de transfer naar het vliegveld gingen, hebben we nog met Melle gegeten. Heel erg bedankt, van alles nog natuurlijk besproken over hoe nu verder. Heb ik ook een blad gekregen met een nazorg. Wat wel en niet belangrijk is om te weten als je een neuscorrectie hebt laten doen. Toen zijn we eigenlijk met de transfer opgehaald, zijn we naar het vliegveld gebracht. Ja, dus met het vliegtuig weer terug naar huis. Melle is elke avond, toen wij in het hotel waren, want we zijn totaal van woensdag tot en met maandagavond zijn we in een hotel geweest. Super mooi hotel, super net hotel. Ook allemaal andere mensen die van alles aan zichzelf hebben laten veranderen. Qua plastische chirurgie.
Melle is elke avond langs geweest. Ik heb één avond ook een paniekaanval gehad om 1 uur 's nachts. Toen is Melle vanuit zijn woning in Istanbul teruggekomen. Om 1 uur 's nachts. Om mij gerust te stellen, omdat ik echt helemaal in paniek was. Hij is echt gewoon dik een uur bij ons geweest om te vertellen dat het heel normaal was. En hij zei ook tegen mij, Sam, ik ga pas weg als jij je beter voelt. Ik ga pas weg wanneer jij zegt, oké, het is goed, ga maar naar huis. Dus het was ook wel heel fijn dat Melle gewoon elke avond even langs kwam. Dan doet hij gewoon, voordat hij zelf naar zijn eigen woning gaat, komt hij even in het hotel langs bij de mensen die met zijn trip meegaan, zeg maar. Vond ik persoonlijk heel fijn, want dan kon je ook gewoon elke keer als je een vraag had, kon je ook gewoon die elke avond aan hem stellen. Daarbij heeft hij dus een telefoon altijd bij zich en staat hij altijd ook aan. Dus je kunt hem altijd bellen, altijd appen. Als je vragen hebt, kan je hem altijd een berichtje sturen. Dus ik wil bij deze ook heel graag de plastische chirurgie in Turkije, alle meningen en oordelen die erover zijn, heel graag ontkrachten. Omdat ik was aan het begin ook zo. Ik dacht ook van, ik wil niet naar Turkije om mijn neus te laten doen, want ik vind dat eng en blablabla. Ik vond het eng. Maar aan het eind van het verhaal was er echt niks om je zorgen over te maken. De mensen daar waren super lief, de zorg was super goed. De operatie is allemaal heel erg goed gegaan. Ze houden overal rekening mee. Je kunt alles vragen, je kunt alles zeggen. Aymed, heel erg bedankt. Ik ben super blij dat ik bij jullie geweest ben. En ik had me geen beter bedrijf kunnen wensen. Ik vind jullie een topteam. Jullie mogen trots zijn op wat jullie daar hebben. En jullie mogen trots zijn op het bedrijf. Heel erg bedankt. En ik zie jullie snel weer. Dit ben ik ongeveer 1,5 maand na mijn operatie. Het blauwe is weg zoals je kan zien. Mijn neus die is al niet meer zo opgezwollen en niet meer zo up to Jesus als dat die stond. Dus ja, ik ben blij en ik ben al heel blij met hoe het er nu uitziet. Het duurt nog lang, ik denk ongeveer 1,5 jaar tot je echt kan zien wat het wordt. Het puntje wordt ook nog wel een klein beetje spitser. Het ziet er al heel mooi uit en ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen.